zijn we nou weer beland, Oscar? Het is hier hartstikke gevaarlijk in het moeras. En ik denk dat we ook verdwaald zijn. Maar blijf jij maar even zitten, want je loopt echt overal naartoe. Je moet oppassen voor monstertjes en dat soort dingen. Ik weet niet wat er rondloopt in het moeras. Sam, Zoe, zijn jullie ergens? Hallo? Ik zie allemaal bladeren, maar ik kan Sam en Zoe nergens vinden. Waar ben je? Waar ben je? Zoe, hier ben je. Hoi. Hoi, Sam. Hallo. Zoe en Sam, ik denk dat ze echt verdwaald zijn hier. Ik denk het ook. Ik heb echt het idee dat we alleen maar rondjes lopen. Inderdaad, we lopen echt al 30 keer hetzelfde rondje. En Oscar, ja, die is ook een beetje in paniek geraakt, zoals je kan zien. Snap ik. Waar moeten we heen? Ik bedoel, ik heb echt geen idee. Oké, het is maar goed dat Oscar hier zit, want je hebt hier allemaal lava, zoals je kan zien. Jeetje. Hier, zijn we hier al geweest, deze kant? Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Oh, hé, wat is dit? Help, help. Wat is dat? Wat is dat voor beestje? Oh, oh. Oh, nee, nee, nee. Wat is dat voor raar ding? Wat is dat voor raar ding? Ik weet het niet. Heb je hem? Heb je hem? Ik heb hem, ik heb hem. Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, ik ben gebeten erdoor. Maar ik voel me niet heel raar of iets. Weet je het zeker? Ja, het deed best wel pijn, maar ik voel me niet raar. Ik voel me nog wel normaal. Ik bedoel, ja, steek eens een paar vingers op. Nou, hoeveel steek ik erop? 2? Nee, 3, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Oké, laten we gewoon naar huis gaan, oké? Ik voel me wel prima. Maak je geen zorgen. Ik ben sowieso als eerste. Wie het laatste is, is een gebakken ei, hoor. Nee, jij bent echt een gebakken ei. Dennis, waarom loop je er langs? Ik kom eraan. Dennis, je bent wel een beetje heel slow. Ik kom al, ik kom al. Ik weet niet wat er aan de hand is met mij. Dat is een mindblok, ben jij nog sneller. Jeetje. Beetje slow en slag. Ik kom al, ik kom al. Oké, laten we naar binnen gaan, want we gaan taart eten, toch? Ja, zeker weten. Oh, wacht even. Even kijken. Heb jij taart hier? Ik voel me echt niet lekker. Even kijken. Zo. Taartje zoeken. Zoe, Sam? Ja? Ja? Ik denk dat ik even op bed moet liggen. Sinds het moeras waar we waren, voel ik me helemaal niet zo lekker. Ik heb heel erg veel hoofdpijn en ik bibber helemaal van de kou. Oh, dat is niet zo fijn. Ga maar in je bed liggen. Ja, ik denk dat het beste is dat ik even moet liggen, oké? Ja, is goed. Beterschap, oké? Ja, doe rustig aan. Dank je, Sam. Ik spreek je later, oké? Ik leg hier de kaart voor je neer als je hem wil. Kijk. Dat is goed, dank je. Alsjeblieft. Ik ga even slapen. Slaap lekker. Doei. Oh, ik word wakker. Wow. Ik ben thuis weg. Ik voel me echt niet lekker. Help, help. Hallo, hallo, hallo. Gaat het goed? Sam, hebben jullie wat eten? Ik voel me echt niet goed gewoon. Hier zo, kijk. Een golden apple. Wat is dit allemaal? Wat gebeurt er met me? Het gaat wel goed. Oh, ik voel me al iets beter. Dank je, Zoe. Dank je, Sam. Geen probleem. Maar gaat het wel goed, want het ziet er echt naar uit alsof je echt niet lekker bent gewoon. Ja, je bent heel wit. Ja. Heel erg raar. Het lijkt een soort van vergiftig lijkt het wel. Ik heb het ook mega koud. Wacht eens even. Oscar! Nee, Oscar staat nog in het moeras. Ik moet hem halen. Nee, dat ga je niet doen. Je moet op je bed blijven liggen. Nee, maar ja, je bent ziek. Heb je gezien hoe je eruit ziet? Nee, maar Oscar zit nog in het moeras, Zoe. Ja, dat komt later wel. Ik moet er langs. Ik blijf hier lekker liggen. Hier blijf je liggen. Gaan jullie nou de deur blokkeren? Zeker weten. Ja. Verkat Oscar. Ja, dat komt later wel. Later wel. Nee, maar Oscar kan me genezen. Hij kan me genezen. Ik voel me echt niet lekker. Ik doe alles wat jullie willen. Ik drink water als het moet. Laat me alsjeblieft naar het moeras. Kijk, hier knap je van op. Oh, ik wil dit niet. Ja, je hebt ook wat eten nodig. Hier, maar als je dit altijd kan je naar het moeras. Als ik dit opeet, kan ik wel naar het moeras? Ja, alleen als je beter bent daarna na het eten. Hier. En het stomme water is op, oké? Alsjeblieft. En het appeltje is ook op, oké? En ik voel me nog steeds niet lekker. Ik bedoel, ik voel me wel lekker. Nee, dus je zei dat je niet lekker voelt. Nee, dat kan niet, Gaan jullie nou de hele dag hier binnen blijven staan? Misschien wel, ja. Oh, je gaat toch niet de deur blokkeren van de buitenkant, of wel? Ja. Dat geloof ik niet. Oké. Nee, gaan jullie nou echt de deur op slot? Hallo? Ik kan er niet uit. Heb je nou echt de deur op slot gedaan, Sam? Hallo? Zeg eens wat. Ja, je komt er niet uit. Zo stom, zo stom. Zo staat hier bij het raam. Zo, ik zie wel dat je naar binnen kijkt. Hou hem in de gaten. Ja. Oké, ik blijf binnen. Ik luister, oké? Maar jullie mogen nou lekker blijven staan. Ik moet echt mijn kat Oscar gaan halen uit het moeras. Ik moet het gaan doen, oké? Ik voel me niet lekker, maar het moet wel. Weet je wat? Ik heb een beter idee. Laat ik gewoon via hier. Zo, up en up. Zo, naar buiten. Sam, hoorde jij dat ook? Snel weg hier. Snel naar het moeras. Oscar, ik hoor je ergens. Waar zit je, Oscar? Hallo? Oh, weer zo'n ding. Oh, nee. Weg hier. Stom ding. Oké, ik heb hem. Oscar, daar ben je. Oh, ik kon je niet vinden, maar ik heb je eindelijk. En ik voel me nog steeds.
slecht. Oscar, laten we naar huis gaan, oké? We kunnen niet hier voor altijd blijven in het moeras. Je moet me volgen. Oscar, kom eens. Oscar, kom eens. Het wordt een beetje duizelig hier zo. Oscar, hallo? Oscar, volg mij. Wow, mijn bil. Even. Dat lijkt helemaal niet op een bedje. Ja, in het moeras. En hij was helemaal flauw gevallen of zo. En we weten niet wat het was. Mag ik nou soms nee, zo heel hier raar buiten? Maar ik heb het idee dat hij wakker is. Kom mee. Ik heb het idee dat hij wakker is. Hoi, hoi. Hoe is het met jullie? Ja, goed, goed. Met jou al wat beter. Ik weet het niet. Ik voel me raar. Ja, we hebben je in het moeras gevonden. Maar we zeiden nog zo. Ga niet je huisje uit. Waarom deed je dat nou? Ik was op zoek naar Oscar. Waar is Oscar eigenlijk? Ja, die is daar nog, maar dat maakt niet uit. Ja, is die nog steeds in het moeras? Ja, maar we hebben hem eten gegeven en een bakje water en zo. Ik ben helemaal niet zo ziek, oké? Ik heb alleen een beetje pijn in mijn lichaam, in mijn botten. En ik moet de hele hoesten de hele tijd. Ja, maar we hebben net met de dokter gesproken. En even kijken, ik had het opgeschreven op dit briefje. Wat zei de dokter? En hij zei dat je even een broodje moest eten. Broodje, okay. Ja, want ik heb het al heel lang niet meer gegeten. Ik weet het niet hoor. Ik moet overgeven. Oh nee. Oh nee, oké. Okay. Ik hou het in, ik hou het in. Gelukkig, gelukkig. En we hebben ook nog wat water voor je. Wat water? Ja. Is dat het enigste? En wat limonade. En misschien nog een appeltje. Als ik me dan beter voel, mag ik dan naar het moeras? En kunnen we dan gewoon weer normale dingen doen? Ja hoor. Oké, okay, laten jullie maar buiten. Dan drink ik dit even op snel voordat ik moet overgeven. Ja. Oscar is nog steeds niet hier. Ik wil gewoon mijn kat hebben, oké? Okay? Ik moet doen alsof ik weer beter ben hierna. Laten we beginnen met het water. Ik hou niet zo van water, maar het is wel gezond. De limonade, dat is super zuur. Wat zuur. Dat kan ik echt niet tegen. En een gouden appeltje, oké. Weet je wat, hier zo. Wow. We moeten nu doen alsof ik me echt beter voel. Ik ben weer helemaal klaar om te gaan, hoor. Ik voel me echt veel beter nu. Ja, weet je het zeker? Ja, we kunnen naar huis. We kunnen alles weer doen. Kamer. Dankjewel, meneer de dokter. Oh, dit is de receptie. Waar is de dokter? Ja. Is dat de dokter? Die is nu druk bezig, dus... Oké, dank je, meneer de dokter. Kunnen we weer naar huis? Ik voel me alweer beter, oké? Dennis, hoorde ik jou nou hoesten? Ja, maar dat is normaal. Ik bedoel, de hoest zal nog vast wel even blijven, oké? Laten we gaan. Ik voel me weer tip-top in orde. Ik kan weer hard rennen, zoals je kunt zien. Ja, maar je hoest nog steeds. Nee, ik voel me goed hoor. Ik ben weer beter. Weet het zeker? Ja, laat er naar huis gaan. Zoe, wat doen we bij jouw huisje? Ja, kom, we gaan Mineblock spelen. Oh ja, hartstikke leuk. Maar als ik als alles goed gaat, mogen we naar het moeras toch? Ja, dan kunnen we Oscar ophalen. Ja, klopt. Kom maar mee. Ik voel me toch al hartstikke goed. Ja, gelukkig maar je hoest nog wel veel hoor. Ja, maar maak je geen zorgen. Ik voel me heel goed. Laten we gewoon gaan Mineblocken hier. Ja, even is kijken, goed. Een controller. Ik ga wel staan. Ga jullie maar zitten. Je mag wel zitten hoor. Nee, ga jij maar zitten. Laten we maar gewoon gaan spelen. Oké, zeg maar wanneer die begint. 3, 2, 1, start. En waar zijn we? Ja, nog steeds laatst hoor. Oh. Ja, ik ben nu dit keer eerste. Ja, het gaat wel goed. Ja, is het zo? Ja, ik denk dat ik even moet liggen of zo. Ik ben moe, oké? Okay. Hier, ik ga naar mijn huisje. Ik zie jullie straks wel. Doei Sam, doei Zoe. Is er toch met me aan de hand? Ik ben echt mega ziek. Ik heb het super warm. Maar ik moet Oscar echt vinden. Misschien dat ik heel even moet slapen en dat ik me dan beter voel. Gewoon heel even slapen hier in mijn bedje. Hallo? Klop, klop. Hoi, Dennis. Hoi, sorry. Hoi, Sam. Ik heb even geslapen. Ja, we merken het al. Maar hier heb je een smoothie. En een donut, alsjeblieft. Een donut. Ja, lekker. Een appeltje. Appeltje. Oké, dank je. Laat ik het appeltje maar eten. Sorry, ik ruim dat later op. Ik hoef geen taart of een donut. Hier, ik voel me wel lekker voor de rest. Kunnen we naar het moeras? Nee, blijf nog maar even thuis. Ik denk dat het beter is om naar de dokter te gaan. Alweer? Ja. Oké. Okay. Ja. Laten we maar naar de dokter gaan dan. Hey Dennis, we zijn er al. Ja, kom. Sinds wanneer staat het ziekenhuis hier trouwens? We waren hier eerder vandaag ook al, maar dit heb ik nog nooit gezien. Laten we gaan. Weet je zeker dat de dokter gaat helpen, Zoe? Tuurlijk, daarvoor is de dokter. Die helpt jou. Oké, ik ga wel hier zitten. Kunnen jullie het regelen met de dokter? Ja, totdat ik naar de kamer mag. Ja, we zijn weer terug. Waar zijn ze aan het pakken?
praten. Ja, Dennis is niet zo lekker. Nee, precies. Nog steeds niet. Weet u wat we kunnen doen? Nou, in bad. Dan warmt hij een beetje op. In bad? In bad? Dank u wel, dokter. Oké, snel hier. Dank u wel. Hoi, Dennis. Hoi, Sam. Hallo. Hoi, Sam. Wat zei de dokter? Nou, de dokter zei dat het heel vervelend was. En dat je weer hier moest zitten en dan even in bad. Moet ik in bad? Ja. Weet je zeker dat het gaat werken? Nou, de dokter zei het, dus dat moet wel. Wij gaan dan wel even buiten de deur staan. Oké, nou, ik ga dan wel even in bad zitten als jullie denken dat dat werkt. Kunnen we daar niet aan, moeras? Alleen als je je beter voelt. Oké, ik moet eens in bad. Maar ik weet niet of dit gaat helpen. Ik voel me wel echt slecht, maar ik moet echt Oscar hebben. Oscar kan me genezen. Waarom geloven ze me gewoon niet? Oké, ik heb wel weer genoeg gehad van het bad. Ik wil naar huis. Ik wil Oscar vinden. Hallo? Sam, Zoe, ik ben klaar hoor. Ik voel me weer goed. Oké. Eindelijk naar het moeras. Hoor, als jij je goed voelt. Misschien voel ik me toch niet zo goed. Maar Oscar kan me genezen, ik beloof het. Dat kan jou toch helemaal niet genezen? Doe niet zo gek. Nee. God, Oscar kan me wel genezen. Ik beloof het, we moeten hem gewoon halen. Nee, het is ik maar een dier. Dat je anders nodig hebt er. Wat heb ik dan nodig? Nou, ik had dus met Sam overlegd dat we een toverdrankje gingen maken. Een toverdrankje? Ja, een potion of strength. Een potion of strength? Ja, maar die moeten we wel eerst gaan maken. Maar daarvoor heb je een brewing stand nodig, heb je die? Zeker. Maar heb je ook Netherwart en een blazerot? Want die heb je daar volgens mij ook voor nodig. Nee, maar, ja, maar die heb ik verzamelen. Niet. Wil je dan naar de Nether gaan met z'n drieën? Ja. Oké, weet je wat? Als dat de enige mogelijkheid is, laten we dat dan maar proberen. Want ik wil gewoon weer beter worden. Dat en als ik van jullie echt niet naar Oscar moet, dan moeten we maar dat stomme toverdrankje drinken van jou. Oké, laten we naar de mine gaan. Zoe en Sam, we zijn nu wel een soort van god. Maar we hebben een Netherportaal nodig. Hoe willen jullie naar Obsidian komen? Nou, ik heb hier toevallig een emmertje met water. Dus als ik dat als het goed is hier zo neerleg. Oké, dat was inderdaad wel heel erg slim. Want nu hebben we gewoon allemaal Obsidian. Oké, laten we dat gaan verzamelen. Zodat we natuurlijk een Netherportaal kunnen bouwen. Want het duurt zo lang. Ook echt mega zwak. Het lukt niet. Dennis, laat ons er maar doen, oké? Je zit allemaal verwoest en zo. Oké, dat is niet zo handig. Hier, doen jullie het maar. Ik wacht al totdat jullie klaar zijn. Oké, Dennis, hij is af. Kijk. Wow, dat hebben jullie mega snel gedaan. Oké, laten we naar de Nether gaan. Om natuurlijk Blazerots te vinden en Nether Ward. En daarvoor moeten we een kasteel vinden. Ja, dat is goed hoor. Ik ben nog nooit in een Nether geweest eigenlijk. Laten we gaan. Wow, waar zijn we nou weer? Hallo, waar is Zoe? Weet jij waar Zoe is? Nee, ik heb geen idee. Oh, Zoe. Laten we denk ik maar op zoek gaan naar een kasteel dan maar. Zoe, Sam, het lijkt erop dat we een kasteel hebben gevonden. Die we zoeken. Ja, en hier kunnen we natuurlijk de Blazerots en hopelijk de Nether Ward krijgen. Oké, laten we daar naartoe gaan. Perfect, we hebben ook allemaal de advancement gekregen. Hoppa. Gaan we deze kant op? Ik heb heel erg veel armor bij me, zoals je kan zien. Maar niet uit, wij gaan wel. Oké, laten we zo snel mogelijk de Nether Ward gaan zoeken en natuurlijk de Blazerots. Ja, is goed. We hebben hier wel allemaal paddenstoelen en hier zie ik ook niks. Wel een kist. Wel een kist, inderdaad. Diamonds! Er zitten diamonds en allemaal goud in. Weet je wat? De diamonds mag jij hebben, Sam. Want jij houdt van diamonds en ik hou van goud. Misschien dat hier Nether... Ja, hier ligt Nether Ward! Oké, dit is perfect. Dit moeten we allemaal verzamelen en meenemen. Dit hebben we namelijk nodig voor de potion of strength die Sam wil maken. Het enige wat dan nu nog ontbreekt is blazerots. Dus laten we op zoek gaan naar blazes. Volgens mij hoor ik blazes. Weet je het zeker? We zijn echt al uren aan het kijken in het kasteel. Ik weet het zeker. Oké, we volgen jou dan wel. Waar horen die blazes dan, Sam? Volgens mij hier. Hier zo. Daar. Wacht eens even, ik hoor ook iets van vuur, maar ik zie hier helemaal niks. Nee, daar zijn de blazes! Oké, jullie moeten ze killen. Ik heb niet echt hele goede spullen. Laat een broodje eten. Ik moet helpen. We hebben één blazerot nodig. Hebben we die nu al? Nu we de blazerot hebben, zullen we dan maar teruggaan naar het huisje? Want jij had een brewing stand, toch? Ja. Oké, laten we terug naar het dorpje gaan. Ik hoop maar dat deze potion gaat werken. Ik had gewoon Oscar nodig. Maar hier heb je de Nether Ward allemaal. Oké, laat maar eens even zien hoe dat dan werkt met een brewing stand. Laten we naar binnen gaan dan bij jouw huisje. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat maken. Ik doe de deuren wel dicht. Maken we van de blazerot even wat powder. Wow, oké. En hoe werkt dat dan in de brewing stand? Nou, dan doen we het flesje erin. Blazepowder. Blazepowder erin. En nog wat Nether Ward. Krijg je dan de potion of strength? Nee, dan moet je nog één keer de blazepowder doen. Oké, dus op die manier werkt het.
Werkt dat dan echt? Word ik dan er weer beter? We denken van wel. Oh, ja. Open maar, want anders hadden we gewoon Oscar moeten roepen. Door Oscar word ik sowieso beter. We hebben nu een awkward potion. En nu moet je weer blaze powder bovenin doen. Ja. Wow! Op die manier heb je potion of strength gemaakt. Ja, zeker. En dan moet ik die dus drinken nu. Ja. Okay, ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat het werkt. Ik hoop dat het werkt. En? Nee, ik voel me nog steeds niet lekker. Nog steeds niet? Nee, ik ben nog steeds vergiftigd. Mijn hongerbar is niet zoals het normaal hoort te zijn. Ik wil Oscar, oké? Okay? Kunnen jullie me niet Oscar brengen? Ik beloof het, hij kan me genezen. Oké, okay, maar dan moet jij wel in je bed gaan liggen, oké? Okay? Dan gaan wij hem ophalen. Beloofd? Ja. Ja, beloofd. Oké, okay, dan wacht ik in mijn bedje, in mijn huisje, oké? Okay? Doei! Hallo, Dad? Klop, klop, dus open. Oh, zullen ze er zijn met Oscar? Oké, ik ben er, Hallo, Oscar! We hebben je kat. Jullie hebben echt Oscar gebracht. Ja, tuurlijk. Oh, Oscar, ik heb je zo gemist. Ik had je al die tijd gewoon nodig. Ik voelde me niet lekker. Jij bent de enige die me kan genezen, Oscar. Wil je me alsjeblieft genezen? Oh, ja, het werkt een beetje, Oscar. Het werkt een beetje. Ik denk dat we nog één goede knuffel met elkaar moeten geven. Dat ik dan weer beter word. Wow! Ik voel me weer normaal. Ja, Alles is weer normaal. Mijn hongerbar is goed. Ik zei toch dat Oscar me kon genezen. Het is een genezende kat, oké? Okay? Oscar is niet zomaar een kat. Oscar, weet je wat je hebt verdiend? Een lekker visje natuurlijk. Laat er naar huis gaan. Je bent gewoon weer beter gemaakt. Voortaan moeten jullie luisteren naar mij, oké? Okay? Ik had Oscar al sinds minuut 1 nodig. Dan was ik al lang beter geweest. Altijd als ik ziek ben, dan zorgt Oscar voor me. En dan hoef ik niet naar het ziekenhuis. Toch, Oscar? Ja, dat klopt, hè? Als je meer avonturen wilt zien van ons, klik dan.